Ik heb vandaag een boodschap en ik heb hem de titel gegeven. Wat je wordt verweten, dat kun je vergeten. Wat je wordt verweten, kun je vergeten. Omdat ik het idee heb dat wat God vandaag wil doen, is dat hij schaamte en schuld bij je weg wilt halen. Dat heeft hij al lang gedaan. Alleen soms moet je daar even aan herinnerd worden. En ik had het idee dat ik dat vandaag mocht gaan doen. Ik wil vragen of je wilt opzoeken. Lucas hoofdstuk 19. Maar voordat we dat gaan lezen wil ik je iets vertellen over de weg daar naartoe. Jezus is op een plek. En dan is hij op een gegeven moment, vertelt hij een gelijkenis. Hij vertelt een gelijkenis over rechtvaardig zijn. En wat hij vertelt is dat er twee mannen zijn, en hij noemt dat in de tempel, en dan zegt hij, er is een farizeeër en een tollenaar, en die farizeeër die stond rechtop, borst omhoog waarschijnlijk, kin omhoog, en hij zei, ik ben blij dat ik niet zo slecht ben als al die anderen. Ik ben blij dat ik niet zo ben zoals die tollenaar daar. Ik ben blij dat ik twee keer in de week vast. Ik ben blij dat ik netjes mijn tiende geef. Ik ben blij met mijzelf. En die tollenaar die stond daar in een hoekje en die hield zijn hoofd gebogen. En hij durfde eigenlijk niet zijn hoofd omhoog naar de hemel te richten. En het enige wat hij kon zeggen was, Heer, wilt u mij zondaar genadig zijn met zijn hoofd gebogen? Groot verschil tussen die twee. Daarna is er zijn er een aantal mensen die willen de Heer Jezus, willen de kinderen bij de Heer Jezus brengen. En dan houden de discipelen houden ze tegen, dat verhaal kennen jullie allemaal. En dan worden ze tegengehouden door de discipelen. Maar Jezus zegt, ik wil niet dat je ze tegenhoudt, ik wil dat de kinderen juist naar mij toe komen. Ik wil dat ze weer kunnen, dat ze naar mij toe kunnen komen zonder dat ze tegengehouden worden. En dan zegt de Heer Jezus, het gaat erom, je moet worden zoals de kinderen, wil je tot mij kunnen komen. En kinderen hebben heel weinig gevoel voor grenzen, hebben heel weinig gevoel, althans die van mij, het valt van mij. En dan op een gegeven moment, dan is er een derde voorval. Dan is er een man die is heel rijk en die komt bij Jezus en die zegt, Heer, wat moet ik doen om eeuwig leven te kunnen krijgen? En dan legt Jezus hem 6 van de 10 wetten uit van Mozes waar hij zich aan zou mogen houden, of waarin hij zou moeten houden. Die andere 4 natuurlijk ook, want ze moesten zich in die tijd aan 613 ongeveer wetten houden. Dat is best veel. Dat is heel lastig. Maar deze rijke man die vraagt aan Jezus, hoe krijg ik eeuwig leven? En dan zegt Jezus, nou als je je aan deze wetten houdt. Ja, maar zegt hij, ik doe dat allemaal al. Dan zegt Jezus, nou verkoop dan maar alles wat je hebt. En volg mij. Is niet zo moeilijk toch? Maar voor deze rijke man was het wel moeilijk. Want hij was namelijk rijk. En hij wilde zich liever vasthouden aan datgene wat hij al had. In plaats van dat los te laten en te vertrouwen op datgene wat hij zou gaan ontvangen. Heb jij dat ook wel eens, dat je liever vertrouwt op wat je al hebt, in plaats van dat je je durft uit te strekken naar wat nog moet komen? Sta jij wel eens op zo'n punt dat je denkt, oké, ik heb nu dit, en ik heb het idee dat ik dat los moet laten, en dat ik dan iets anders moet gaan doen, of iets anders mag gaan vertrouwen? Misschien op basis van een woord, misschien op basis van datgene wat je gelezen hebt in Gods woord. Is altijd spannend om iets los te laten wat je kent en wat je hebt. Goed, we gaan op weg. We gaan naar Jericho. Ga je mee? Voordat we daar aankomen in Jericho overigens nog, komt Jezus daar ook nog daar. Jezus is altijd omringd door mensen. Maar nu komt hij ook nog eens een keer bij een schreeuwlelijkerd. Bartimaeus heette die. En Bartimaeus was een man die was blind. Die kon niet zien waar Jezus aan het wandelen was. Dus ja, als je niet kunt zien waar Jezus wandelt en je wilt wel zijn aandacht trekken, dan moet je roepen. En dat deed Bartimaeus ook. Hij was blind en hij was op zoek naar een wonder. Hij was op zoek naar iets wat God hem wilde geven, waarvan hij het idee had dat Jezus hem kon
genezen, dat Jezus het kon geven. En, dan, en hij zei, Jezus, zoon van David, hier ben ik, ik heb u nodig, hier ben ik. Hier, hier, hier. En dan zijn er mensen om hem heen die zeggen, calm down, rustig man, doe even normaal. Je loopt, we willen allemaal Jezus graag ontmoeten. Doe even rustig, op je tijd. Maar Bartimeus schreeuwde des te harder. Kon hem geen boeien het schelen, blijkbaar. Jezus, zoon van David! En dat hoorde Jezus. Dus het heeft ook effect. En Jezus komt dan bij Bartimeus en die zegt, Bartimeus, wat wil je? En Bartimeus zegt, ik wil weer zien. En Jezus zegt, je zult zien en je zult gered zijn. Dat waren twee dingen. Bartimeus vroeg om één, hij kreeg twee. Wij leren onze kinderen, als je vraagt, dan word je overgeslagen. Maar Jezus denkt andersom. Vraag één deel, je krijgt twee delen. Dat is cool, hè? Dat is jouw Jezus. Goed. In Jericho aangekomen. Nou gaan we lezen. In Lucas hoofdstuk 19. Lucas hoofdstuk 19 en ik lees het vanuit de NBV 21 vertaling. Daar staat, dat is Lucas 1, dat is wat anders, hè. Lucas 19, vers 1. Jezus ging Jericho in en hij trok door de stad. En er was daar een man die Zacchaeus heette. Deze Zacchaeus die was de hoofdtollenaar. Hij was erg rijk en hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar het lukte niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. En daarom liep hij snel vooruit en hij klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en hij zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. En Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Vers 7. En allen die dit zagen, zeiden morren tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en hij zei tegen de Heer, luister Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven. En als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. En Jezus antwoordde, vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen. Want ook deze man is een zoon van Abraham. Er zijn een paar dingen die je moet weten over dit verhaal om een klein beetje te begrijpen waar dit over gaat. Zacchaeus was namelijk niet zomaar iemand. Het was de hoofdtollenaar. Het was zeg maar de chef van de belastingen van die stad. En tollenaars waren in die tijd niet zo gewild. En sterker nog, iedereen had een hekel aan je. Tollenaars, dat waren Joden en die werkten voor de Romeinen. De Romeinen die bezetten Jericho. Dus de Joden, de Israëlieten, die waren onderdrukt door de Romeinen. En Zacchaeus was een tollenaar en die hief belasting op bij mensen voor de Romeinen. En als ze dan niet konden betalen, dan kon hij een rente vragen. Romeinen hadden ingesteld dat je een soort van franchise-organisatie kon beginnen. En dan, als je geld had en je kon dat veroorloven, dan kon je een tollenaar worden. Een tollenaarskantoortje openen. En deze man, Zacchaeus, was de hoofdtollenaar. Dus dat betekent dat hij ook nog andere tollenaars onder zich had. Als tollenaar kon je rente vragen hoe hoog dat je dat zelf wilde. Maar je had één nadeel. Je verloor al je vrienden. Je moest dus een keuze maken als je een tollenaar werd, als je een soort van NSB'er bent in onze kortere geschiedenis, want dat was je. Je had een keuze, of je haalt al je vrienden, of je gaat ervoor zorgen dat je heel rijk wordt en dat je door de Romeinen eigenlijk onder hun gezag alles kunt doen en maken wat je zou willen. Maar je moest wel alles opgeven, je moest wel alles verlaten.
Want niemand daarna vond je nog aardig. Niemand daarna vond je nog leuk. Tollenaars werden gehaat. Tollenaars worden ook in het hele Nieuwe Testament worden ze genoemd samen met zondaren, samen met overspelers, samen met tovenaars. Dat is het rijtje waar de tollenaar in stond. En deze Zacchaeus die was ook nog eens een keer heel erg klein. En hij had gehoord dat Jezus zou komen. En hij wilde heel graag dat Jezus hem zag. Alleen mensen konden hem niet toelaten. Sterker nog, waarom zouden ze? Hij was klein, hij kon er onmogelijk tussen, dus Jezus kon hem ook moeilijk zien. En wat deed hij? Hij rende vooruit en hij klom in een wilde vijgenboom. Die hebben heel veel bladeren. En wat hij deed was dat hij zich daarin op de uitkijk ging staan om te zien wanneer Jezus langskwam. En dan op een gegeven moment dan komt Jezus in de buurt. En dan kijkt Jezus naar Zacchaeus en die zegt: Zacchaeus, kom naar beneden en sla je slag, of zoiets. Misschien niet helemaal zo, maar zo, ja. Jezus zegt: Zacchaeus, kom naar beneden. Zacchaeus die klom meteen, staat er, uit de boom. Jezus zag Zacchaeus. Dat hij zijn naam kende was overigens niet raar, want het was de hoofdtollenaar. Iedereen kende zijn naam, denk ik. Staat er niet, maar dat denk ik wel. En Jezus riep hem bij zijn naam. En wat is nou interessant aan dat deel, dat hij de naam noemt. Als er een naam genoemd wordt, dan betekent dat iets. Bartimaeus, die riep: Jezus, zoon van David, waarin die erkende, u bent de Messias, u bent de gezalfde en u kunt een wonder gaan doen in mijn leven. En als Jezus op een gegeven moment Lazarus uit het graf roept, dan zegt hij niet: hey, kom maar naar buiten als je me hoort. Nee, hij roept specifiek: Lazarus, kom naar buiten. Ik roep je tot leven, ondanks dat je dood bent. En hier roept Jezus: Zacchaeus, kom naar beneden. De naam Zacchaeus betekent rein, rechtvaardig, puur. Hé, dat was helemaal niet wat Zacchaeus was. Zacchaeus was onrein. Zacchaeus was onheilig. Zacchaeus was onpuur. Zacchaeus was een rotzak. Zacchaeus was alles wat niet in die naam zat. En toch riep Jezus zijn naam. Jezus riep hem bij zijn naam en hij zei: ik wil bij jouw huis komen. Ik wil in jouw huis komen. Ik zou ook zo een soort van huis uitkiezen als je dan toch jezelf moet uitnodigen. Volgens sommigen ben ik daar heel goed in. Maar als je dan het huis uitzoekt van een heel rijk iemand, dan is er genoeg te eten, genoeg te drinken, het dak lekt niet, goede wifi enzovoort. Ja, ik heb het niet van een vreemde, denk ik. Als ik bij je kom eten, dan heeft dat waarschijnlijk te maken omdat ik denk dat je rijk bent. Dus dan weet je dat drinken. En dan komt Jezus op een gegeven moment in het huis. Terwijl mensen aan het morren zijn, terwijl mensen over hem willen praten. Ja, hij gaat in huizen van zondaren. Hij is in het huis van mensen die zondigen. En dan komt Zacchaeus komt naar buiten en hij gaat staan. Dat is grappig dat er specifiek staat in vers 8. Hij was denk ik zo klein dat als hij opgestaan was, dat het nog niet zo heel erg veel leek. Dus daar hebben ze erbij gezet, hij ging staan. Zo, ja, hij staat. Oké, nou hij staat. En dan zegt hij: Heer, alles wat ik verkeerd heb gedaan, als ik iemand heb afgeperst, ik geef hem 4 keer zoveel terug. En ik geef de helft van mijn bezit aan de armen. Dat waren aalmoezen. Aalmoezen waren nooit heel veel. Maar Lazarus veranderde dat. Zacchaeus veranderde dat. Lazarus misschien ook. Maar Zacchaeus veranderde dat. Die zei: ik geef de helft van mijn bezit aan de arme mensen. Er was een complete verandering in zijn hele manier van denken ontstaan. Zie je dat? Eerst nam hij van andere mensen. En nu kwam Jezus in zijn huis. En hij veranderde naar God. En daarna veranderde hij naar mensen. Het was een totale transformatie in zijn leven. Het was een complete opwekking die daar plaatsvond. Het was een complete bekering die daar plaatsvond. Hij was niet meer alleen maar bezig met ik. Maar hij was bezig met: wat kan ik aan jou geven? Hij gaf de helft van zijn bezit.
En Jezus zegt dat redding ook hier in dit huis is gekomen. Daar moet je eens over nadenken. Het zegt niet alleen maar, oké, jouw zonden zijn vergeven. Nee, hij zegt, redding is in jouw huis gekomen. Jezus gaat een stap verder als iets wat normaal zou lijken. Je uit je zonden zijn vergeven, er is redding in je huis gekomen. Jezus herstelde hem in zijn eer. Jezus herstelde hem. Hij zei, deze is een zoon, is een kind van Abraham. Een zoon van Abraham. Paulus zegt in Galaten 3 vers 7, zij die geloven zijn kinderen van Abraham. Weet je, het gaat in het koninkrijk van God niet zozeer om wie je was. Het gaat in het koninkrijk van God om wie je nu bent en kunt zijn. Ik ben een tijdje geleden begonnen met een serie die mij aangeraden is door Mendel. Ja, nou kijkt hij wel ineens op. En daar heb je de figuur Matthäus. Het is, en Jezus die gaat wandelen met zijn discipelen en die, dan zie je allemaal verhalen. Het is echt een super interessante serie, leuk om te kijken. Mocht je nou problemen hebben met het installeren van apps en zo. Ik heb begrepen van Mendel dat hij heel graag iedereen wil helpen persoonlijk. Dus dan kan je dat, bij deze hebben we dat geregeld. Anyway. Maar Matthäus op een gegeven moment, Matthäus was ook een tollenaar. Voordat hij geroepen werd door Jezus, was hij een tollenaar. Alleen niet in Jericho, maar in Capernaum. Boeit Jezus niet wat je hebt gedaan. Boeit Jezus niet waar je ooit bent geweest. Boeit Jezus niet wat je verkeerd hebt gedaan. Het boeit Jezus welke keuzes je nu vandaag wil maken voor de rest van jouw leven. Matthäus werd geroepen en was tollenaar in Capernaum. En dan op een gegeven moment dan is er een scène waarin Matthäus iets uitlegt aan andere discipelen. Over hoe hij zijn leven heeft ervaren. En dan zegt hij, weet je, als dit, en dan tekent hij op de grond, maar dat kan je niet zien, dus ik doe het even zo. Als dit nou de hele wereld is, met alle mensen die er nu zijn en zijn geweest, dan ben ik dit. Ik sta volledig buiten de maatschappij. Ik sta volledig buiten acceptatie. Ik sta volledig buiten wat andere mensen in liefde kunnen accepteren. Ik sta daar buiten. Ik ben hier. En daar zijn alle anderen. En dat raakte mij zo, omdat dat namelijk het leven van een tollenaar is. Ja, ze vergaarden rijkdom, maar het kostte hun alles. Het kostte hun vrienden. Het kostte hun acceptatie binnen de maatschappij. Het kostte hen alles. En ik had het nog nooit op die manier gezien, maar dit is dus hoe tollenaarschap werkt in de tijd van de Romeinen, in de tijd van Jezus. Daarom lezen we denk ik ook dit verhaal, dat Jezus hun opzoekt. Omdat Jezus namelijk kwam voor zondaren. Jezus kwam niet om mensen te vertellen hoe goed ze het deden, omdat ze op de goede weg zijn, omdat ze alle wetten goed aan het houden waren. Jezus kwam juist voor diegenen die het niet snapten, die het niet konden grijpen, die het niet zagen. Heb je wel eens afgevraagd waarom elke keer weer er confrontaties zijn tussen de Farizeeën en de schriftgeleerden en Jezus? Ik heb het eigenlijk nooit begrepen. Ik dacht gewoon van ja, Jezus die is de Zoon van God en die legt uit dat hij God is. Dat dacht ik. En zo heb ik eigenlijk jarenlang de Bijbel gelezen totdat ik doorkreeg. Er is een confrontatie elke keer omdat de Farizeeën niet snapten wat Jezus kwam vertellen. Namelijk, er is een nieuw verbond wat eraan gaat komen. Het is een groot verschil. Alle Farizeeën, of de Farizeeën en de schriftgeleerden, die hielden zich aan al de wetten van Mozes. Dat was het oude verbond. En Hebreeën zegt, dat oude verbond, dat is vergaan. Dat is kwijt. Dat is weg. Er is een nieuw verbond gekomen. En dat nieuwe verbond, dat is waar jij en waar ik in mogen leven. Dan ben je dus niet meer afhankelijk van alle regels die er in het oude verbond stonden. Maar je moet je voorstellen dat als je dus een Farizeeën bent en Jezus vertelt iedere keer iets nieuws en doet iets op dagen dat het niet kan. En hij gaat om met mensen die volgens de wet verboden zijn en hij doet van alles. Dat ze op basis van hun kader Jezus bekeken. Hun kader was, dit zijn de wetten waar je binnen je moet houden en dan gaat het goed met je. Maar Jezus kwam iets heel anders doen. Jezus kwam zeggen, er is een nieuwe overeenkomst.
Er is een nieuw testament. Er is iets wat nieuw is. En dat oude, dat gaat voorbij. Dat oude, daar gaan we afscheid van nemen. Want ik ben gekomen om redding te brengen, om heil te brengen, om mensen uit de gevangenis te halen, om dode wereld tot leven te wekken, om zieken te genezen. Daar ben ik voor gekomen. Ik ben niet gekomen om je te confronteren met je zonde. Ik ben gekomen om je uit je zonde te halen en je te plaatsen in het nieuwe leven met mij. Weet u wat schuld is? Wij voelen ons vaak schuldig. Schuld is, ik heb het opgeschreven, ik ga het voorlezen. Schuld is een positie waar we ons in bevinden, wanneer we ons verantwoordelijk voelen voor alle verkeerde dingen en tekortkomingen die we in ons leven hebben. Het is nauw verbonden aan een uitgangspunt dat het rechtvaardig is dat we daarvoor verantwoordelijk zijn en dus ook de consequentie daarvan moeten dragen. Het is een juridische term in strafrecht. Je bent verwijtbaar voor iets dat is gebeurd onder jouw verantwoordelijkheid en dat brengt je in een positie van schuld. Schuld gaat vaak samen met schaamte. Schaamte is wat anders. Schaamte is het proces waarbinnen je denkt, op basis van iets wat is gebeurd, voel je je een mislukkeling. Het is een denkproces vanuit een emotie die je hebt. En dit heeft het gevolg aan hoe je jezelf ziet op basis van je falen. En het heeft direct effect op jouw identiteit, op basis van tekortkoming en zonde. Schaamte is een gevoel. Schuld is een positie waarbinnen je jezelf plaatst op basis van iets waarvoor je verwijtbaar bent. Een juridische term. En schaamte is een gevoel wat je je aan, wat ontstaat op basis van de schuld die je had. En ik geloof, en ik hoop dat jij met mij gelooft, dat het niet Gods wil is, dat jij leeft onder de schuld van datgene wat je verkeerd hebt gedaan. En dat je te maken hebt met een emotie die schaamte heet. Ik geloof dat God het van je weg wil nemen. Als je je baseert op de dingen die jij altijd fout hebt gedaan, dan betekent het dus dat je niet je leven baseert op datgene wat Hij goed heeft gedaan. Het is een keuze die je maakt. Of je houdt je bezig met alles wat je allemaal verkeerd doet, of je houdt je bezig met alles wat Hij goed heeft gedaan. Wat wordt je keuze? Je keuze die je maakt heeft namelijk altijd effect op jouw emoties en op jouw gevoel. Welke weegt voor jouw identiteit zwaarder? Datgene wat jij hebt gedaan of datgene wat Jezus heeft gedaan? Ik heb zo vaak heb ik me bezig gehouden met wat ik deed en wat ik verkeerd heb gedaan. En ik heb een hoop verkeerd gedaan. En ik heb absoluut op basis van alles wat ik verkeerd heb gedaan, ben ik niks waard. Ben ik niks waard. Maar ik ben zo kostbaar in de ogen van Jezus Christus. Ik ben zo kostbaar in de ogen van God. En ik heb moeten leren om mezelf te gaan zien zoals God mij ziet. En God is liefde. God houdt van je. Ik wil met je een tekst lezen die we al een aantal keer hebben gelezen. Maar ik kon geen betere vinden dan dit, Colossense. Colossense hoofdstuk 2. Vers 13. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Toen Hij ons, al onze zonden, kwijtschold.
Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk ten schande gemaakt en in Jezus en in Christus over hen getriomfeerd. Vers 16. Laat u daarom door niemand iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken, het vieren, feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van datgene wat komt. De werkelijkheid is van Christus. Vers 14 zegt dat jouw schuldbekentenis, jouw schuld aanklaag, jouw, watgene wat verwijtbaar is voor jouw leven, dat het aan het kruis is genageld. Teniet is gedaan. Als u daar nog een keer iets over wilt horen, dan kunt u 2 weken terugspoelen. Dan heeft u daar een goede preek van Frank. Die heeft 17 minuten gesproken, dus ik heb 13 minuten extra gepakt voor deze dienst. Nee, grapje. Maar dat is wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft alles waarvoor jij verwijtbaar bent, alles wat jij verkeerd hebt gedaan, alle schuld waardoor jij aanklaagbaar bent, dat is aan het kruis genageld. Nou vraag ik je 1 ding. Wil je niet terug naar het kruis om dat te gaan opzoeken, om dat te lezen? Wil je kijken naar wat er daarna is gebeurd, dat Jezus is opgestaan uit de dood en dat datgene wat daar hangt, daar is gebleven? Amen. De dood is dood gebleven. En Jezus heeft de dood overwonnen. Halleluja. En hij heeft, zegt vers 15, hij heeft ze te schande gezet. Hij heeft ze te kak gezet. Hij heeft ze hun macht ontnomen. Hij heeft ze hun kracht ontnomen. Dus de dood en Satan en de demonen, die hadden ooit een punt. Hadden een punt. Het uitroepteken was bij het kruis. Klaar. Je punt is niet meer je punt. Ik heb iets anders gedaan. Ik ben gekomen. Halleluja. Om leven en overvloed te brengen. Vlak voordat Jezus stierf, was er een situatie van Petrus waarin hij zich niet zo sterk kon houden. Waarin hij niet meer zo de grote, sterke Petrus was. Het was een situatie waarin hij, en hij had het gezegd, ik ga u nooit verloochenen, ik ga u nooit verlaten. En Jezus had gezegd, voordat de haan 3 keer kraait, zul je me 3 keer hebben verloochend. En dat gebeurde. In het moment dat Jezus veroordeeld werd, werd hem 3 keer de vraag gesteld. Jij hoort toch ook bij Jezus? En 3 keer toe kiest hij het verkeerde antwoord en zegt hij, nee, ik hoor niet bij hem. En dan de 3de keer hoort hij een haan kraaien. Heb jij je ook wel eens bevonden in een situatie van zwakte waarin je bepaalde dingen zegt of bepaalde dingen denkt of bepaalde dingen vindt die je eigenlijk helemaal niet wilt? Petrus had zo'n moment daar. En dan zie je dat hij op een gegeven moment, dat als Jezus opgestaan is uit de dood, Petrus tegenkomt en dan ook 3 keer een vraag aan hem stelt. Je vindt het in Johannes hoofdstuk 21. En het is interessant om dat te lezen thuis. Maar wat er gebeurt is dit. Jezus zegt, Petrus, hou je van mij? En het woord hou je van mij, daar gebruikt hij het woord agape, wat betekent volmaakte liefde. Hou je van mij, Petrus? En Petrus zegt, u weet dat ik van u hou. En Petrus gebruikt daar het woord filio, wat betekent menselijke liefde. Wat betekent vriendschappelijke liefde. Wat betekent liefde zoals ik u lief kan hebben met mijn fouten, met mijn tekortkomingen, met datgene wat ik ook wel eens verkeerd heb gedaan. En dan de 2de keer vraagt Jezus opnieuw, Petrus, hou je van mij? En Jezus krijgt hetzelfde antwoord van Petrus. De 3de keer verandert Jezus zijn vraagstelling. De 3de keer verandert Jezus de manier waarop hij een vraag stelt. En hij zegt, heb je mij lief? In plaats van, Petrus, hou je van mij? Zegt hij, heb je mij lief?
En daar gebruikt Jezus het woord filio, wat betekent heb je mij lief, zoals een vriend lief heeft. En dan zegt Petrus, dan doet het hem pijn. Dan weet hij dat dit te maken heeft met datgene wat hij 3 keer fout heeft gedaan. 3 keer krijgt hij de vraag, nu ook, of hij van Jezus houdt. En dan zegt hij, ja Heer, met mijn falen hou ik van u. Met mijn falen heb ik u lief. Ik heb u nodig, want ik kan het niet zelf. Ik kan het niet zelf. Ik kan het niet zelf. Ik kan het niet alleen. En Jezus herstelt hem daar ook. Maar niet herstelt van datgene wat hij verkeerd heeft gedaan. Jezus herstelt hem om hem in een bediening te plaatsen. Jezus zegt, hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Jezus zegt, ik heb een plan voor jou in deze wereld. Bij Zacchaeus zei hij, hij herstelde Zacchaeus ook in eer. Hij herstelde Zacchaeus ook. En hij redde daar het huis van Zacchaeus. Hij redde Zacchaeus. Maar bij Petrus gaat het een stap verder. Hij zegt, ik red je niet alleen van datgene wat je verkeerd gedaan hebt. Ik heb ook een roeping voor je in deze wereld. Ga uit, maak alle volken tot mijn discipelen. Ik heb je geroepen om duizenden door jouw woorden tot bekering te brengen. Ik heb jou geroepen om de gevangenissen te openen. Om gevangenen weer vrij te laten. Om schuld weg te praten. Om schuld weg te spreken. Omdat er vergeving is aan het kruis. Er was dus een bijbelgroepje, klein bijbelgroepje van 3 dames, dus dat is klein. En die hadden het op een gegeven moment over een tekst waarin staat dat God je rein en heilig ziet. En dat hij je zuivert. Want we zijn niet zo zuiver, wij maken onze fouten. En dan in die tekst werd een smid gebruikt als voorbeeld. Tekst in Jesaja. En dan op een gegeven moment zegt een van die 3 vrouwen, weet je wat, ik ga wel naar de zilversmid hier in de stad om te vragen hoe dat werkt. En deze vrouw die ging dan naar die zilversmid en die vroeg, hoe maakt u het zilver weer rein, hoe maakt u het zilver weer mooi en puur? Nou zegt die smid, ik ga zitten en ik leg het in het vuur en ik blijf kijken naar wat er gebeurt. Ik hou mijn ogen op het vuur en ik zorg dat ik niet afgeleid ben, want als het iets te lang in het vuur blijft, dan brengt het schade. Maar als ik het op het juiste moment eruit haal, dan zegt hij, dan weet ik zeker dat het een perfect product is geworden. En dan stelt deze vrouw de vraag aan de smid van wanneer weet je nou wanneer dat zo is? En dan zei die smid, als ik mijzelf kan zien in het zilver, weet ik dat het klaar is, dat het goed is. En weet je, zo geloof ik dat wij als mensen zijn. Wij hebben een maker. Jij en ik, we hebben een maker. En hij heeft je gemaakt naar zijn beeld. Kan hij zichzelf in jou terugzien? Hij heeft jou gemaakt zoals je bent. Er is niets beters dan dat jij bent. Er is niets beters dan dat jij bent op deze aarde. Omdat hij jou perfect heeft gemaakt. Hij heeft je perfect gemaakt. Er kan niets beter zijn dan jou. Zoals jij bent. Jij bent jouw perfecte versie op deze aarde. Jij bent jouw perfecte ik. In Jesaja 54, vers 4 staat, wees niet bang, je zult niet worden beschaamd. Wees niet bedrukt, je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten en je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren. Het probleem is dat we vaak alleen terugkijken naar datgene wat ooit is geweest. En op basis van de herinnering wat we fout hebben gedaan, we ons schamen. Maar Gods woord in Hebreeën hoofdstuk 9, laten we die tekst nog lezen dan. In Hebreeën hoofdstuk 9,
Vers 13. Daar staat, want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd, wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren, of bestrooid met de as van een jonge koe, vers 14, hoeveel te meer zal niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden en het heiligen voor de dienst aan de levende God. Het kan zijn dat in jouw geweten nog steeds de schuld spreekt en dat het schaamte brengt. Maar het is niet de bedoeling dat je daarmee rondloopt. Het is niet de bedoeling dat je gebukt gaat onder de schuld en schaamte die je ooit misschien had. En we hebben allemaal dingen meegemaakt in ons leven die we destijds verkeerd hebben gedaan. We hebben allemaal dingen meegemaakt waarin we achteraf zeggen, had ik anders moeten doen. En dat is prima, want je bent niet zonder zonde. Je bent niet helemaal... Het kan best lastig zijn. Maar hij wil jouw geweten reinigen van datgene wat er verkeerd is gegaan. Hij wil je geweten zuiveren. Hij wil jou roepen in zijn licht. Waar geen duisternis meer kan zijn. Ik wil de band naar voren vragen. Je moet begrijpen dat waar jij